Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En zoals jullie zien sta ik nou niet op stal, maar ben ik in mijn keuken. Want waarschijnlijk heb je het wel aan de titel gezien. Vandaag ga ik paardenkoekjes maken. En dat leek me ook wel gewoon een keer leuk om te doen. Dit is eigenlijk een heel simpel recept. Daarom heb ik het ook uitgekozen. Omdat als je wat jonger hebt, je hoeft hier geen oven voor nodig te hebben. Dus is het heel makkelijk. Ook heb ik nog heel veel andere recepten om hoe je paardenkoekjes kan maken. Willen jullie die ook weten hoe je dat doet, waar je bijvoorbeeld wel een oven bij nodig hebt? Laat dan hier beneden in de comments achter, want wie weet ga ik dan meer paardenkoekjes maken. En ja, laten we dan maar snel beginnen met wat je nodig hebt om deze paardenkoekjes te maken. Ik heb hier alle benodigdheden staan. Het is eigenlijk best weinig wat je nodig hebt en eigenlijk de meeste dingen heb je wel in huis als je een pony hebt. Nou ja, of niet in huis, want een paar dingen heb ik ook op stal, had ik die. Bijvoorbeeld wat je nodig hebt is Bix. Ja, dat is, heb ik gewoon van stal meegenomen. Dus als je deze wil maken, neem dan wel wat van stal mee. Je hoeft niet, ja, je moet een beetje kijken hoeveel koekjes je natuurlijk wilt maken. Dus het hangt er af hoeveel Bix je nodig hebt. Ik ga daar ook even kijken hoeveel ik ongeveer doe. Dus dit heb je nodig. Dan heb je een eetlepel nodig. Je hebt een plastic bakje met een deksel erop nodig. Dan hoeft dit niet per se, maar ik doe er nog een appel en hele kleine stukjes doorheen, want dat is altijd lekker. Maar dat hoeft dus niet, want je kan ook alleen van Bix koekjes maken. Maar dit vind ik gewoon lekkerder, denk ik. En je hebt wat boterhammenzakjes nodig. Ook heb je heet water nodig en koud water. En een vriezer, want ze moeten in de vriezer. Dus laten we maar snel beginnen met het maken van deze koekjes. Wat eerst wat ik ga doen is de appel in kleine stukjes snijden. Ik was ook even vergeten, een mes en een snijplank is ook handig om te hebben, om te gebruiken. Maar waarschijnlijk heb je dat thuis wel gewoon, dus daar hoef je niks voor aan te schaffen. Je hebt geen hele appel nodig denk ik, want het moet echt best wel kleine stukjes zijn. Dus ja, ik ga gewoon eventjes snijden. Als je dit niet kan of zo, vraag dan even of je ouders je willen helpen. Want ja, je moet wel een beetje voorzichtig zijn met zo'n mesje natuurlijk. Ik denk, ja ik weet niet, maar deze helft eet ik straks gewoon zelf op ofzo. Dus die gebruik ik nou even niet. Ik ga met deze helft verder. En je moet gewoon best wel kleine stukjes doen. Ik heb nou dit, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar ik heb dit gesneden. Ik heb nog best wel veel appel over, maar ik ga het gewoon even zo doen. En ik kan natuurlijk altijd meer bijsnijden. Dus dit is even goed voor nu. Dan gaan we nu verder met de Bix. Ik zet deze even hier zo aan de kant, zodat ik die straks weer kan gebruiken. Nou heb je dus Bix nodig. En een bakje. Het is gewoon een beetje kijken hoeveel je wil. Ik ga denk ik voor alle paardenkoekjes maken. Dus ik doe wel even wat. Ik heb gewoon zoiets gedaan met het bakje. Ik doe nog iets meer. Zo. Ik denk dat dit wel genoeg is en anders kan ik altijd gewoon nog meer maken, zoals ik net ook al zei. Dus de Bix kan weer aan de kant. Nu heb je dus heet water nodig. Het hoeft niet echt kokend te zijn, maar gewoon dat het heet is. Dus we gaan even naar de kraan toe. Ik heb er nu heet water in gedaan en je kan het niet echt zien, maar de brokjes worden echt al heel erg zacht. Dus ja, dat is op zich wel goed. Dan pak je dus nu de eetlepel en ga je een beetje er doorheen roeren, zodat het een soort van papje wordt. Ja, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus we gaan ook kijken of dit überhaupt wel werkt. Dus het is gelijk een soort van testvideo. Het ruikt niet heel lekker. Ik weet niet, want ik hoor mijn hond, dus misschien ruikt het. Maar ik weet eigenlijk ook niet of ik te veel water heb gedaan. En als dat zo is, kan ik altijd nog wat Bix bij doen.
Maar het ziet er wel een beetje als de kots uit. Dus zo. Ik prak het eigenlijk ook gelijk een beetje. Want je moet natuurlijk ook geen kokend water in doen. Want dan met een plastic bakje, als je daar kokend water in doet, dan gaat het niet zo goed. Want dan gaat je plastic bakje, bestaat daar niet meer, want dan smelt het helemaal. Maar het ziet er echt als zo'n papje uit. Dus het kan op zich wel gaan werken. Nou, je moet het een beetje dat het iets minder is, zeg maar, dat het een beetje een mengsel is. En als dat zo is, dan doe je de deksel erop. En je moet een deksel die goed vast gaat, want je moet dat namelijk gaan schudden. En als je dus schudt en de deksel kan niet goed vast, dan heb je dus een groot probleem. Dus ja, ik ga even schudden. Gewoon wat water bij doen. En ik ga het even openmaken. Het is nu wel echt, wacht ik. Even laten zien. Zo ziet het er nu uit. Dus het is wel echt een soort van papje. Dan doe ik weer even de deksel erop. Want wat we nu moeten doen is, trouwens, ik ben iets vergeten, ik moet de appel er nog bij doen. Dus ja, de deksel na het schudden eraf. Ik pak even mijn... appelplank er weer bij. En hier kan je gewoon dezelfde lepel voor gebruiken. Dus ik doe de appels erin. Zo, en nou heb ik dus de appels erin gedaan. En dan ga je dit ook roeren. Het is nou, merk ik, al iets harder. Dus wat ik nu ga doen, is de deksel erop doen. Dit keer echt. Zo, nou zit dus de deksel er weer op. En wat we nu gaan doen is koud water in de gootsteen doen. En die moet je het bakje helemaal onderdompelen. En dat moet je dan een tijdje doen zodat het af gaat koelen. En dat het deeg eigenlijk niet echt meer kan bewegen. Maar kijk, bij mij is het al vrij erg deeg eigenlijk. Want het moet ook een beetje hard zijn. Zodat je eigenlijk een soort van figuurtjes mee kan maken. Net als gewoon deeg. Dus ik ben benieuwd. Ik ga jullie nou even bij de gootsteen zetten. Zo, er zit nu genoeg water in. Kijk. Dus nu kunnen we het bakje erbij pakken. En zo ziet het dus uit. Echt een beetje heel ranzig. Maar ik ga dus gewoon het bakje onderdompelen en dan wacht ik even een paar minuutjes, twee of zo. En dan ga ik even kijken hoe het er dan uitziet, of het geholpen heeft. Dus... ik heb het nu gewoon zo vast. En dan even wachten. Oké, het bakje is er dus nu uit en ik ga even de deksel eraf halen om te kijken hoe het eruit ziet. En het is inderdaad wel echt deeg. Dus dan kunnen we nu eigenlijk gaan beginnen met de soort van koekjes van te maken. Dat was ik ook vergeten. Misschien handig als je ook even een bord hebt waar je ze op kan leggen. Of een bakplaat. Alleen ik denk niet dat bij ons in de vriezer een heel bakplaat past. Dus ik ga gewoon even een bord pakken. Ik heb gewoon een bord. Ik ga dus nu dit spul allemaal in koekjes hier opleggen. Maar daar kan je dus plastic zakje voor gebruiken. Maar ik denk dat ik het gewoon met mijn handen ga doen. Want zo'n boterhammenzakje zou ik dan in kunnen doen en als een soort van spuit. Dus het kunnen spuiten, maar ik weet niet of dat echt werkt aangezien mijn appelstukjes best wel groot zijn. Want ik dacht, ik doe er gewoon appel tussen, want dat maakt het nog iets lekkerder. Dus ik ga gewoon met de lepel erin en leg het hier op en doe het daarna met mijn hand een beetje. Eerste bocht zit vol, zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 koekjes op. Dus ja, deze ga ik
nu in de vriezer zetten. En dan ga ik even door met de andere koekjes. En dit moet dus een uur in de vriezer. Dus dat is best wel lang. Het is nu 12:15. Dus om 12:15 haal ik deze eerste lading eruit. Dus ik ga nu even mijn handen wassen en deze in de vriezer zetten. En dan ga ik door met de andere koekje. Nou, het is nu 12:15 geweest. En dat betekent dat ik de koekjes eruit mocht halen. En ik heb ze dus hier op mijn bord liggen. En dat bord is echt ijs en ijskoud. Degene die ik in aluminiumfolie had gedaan, die zitten er dan een kwartiertje minder lang in. Maar volgens mij maakt dat niet heel veel verschil. Want ik ben ook een beetje dom geweest. Want die koekjes die ik op het bord heb gelegd, heb ik niks ondergelegd. Dus nou zijn ze een beetje vastbevroren aan het bord. Dus als je het op een bord legt, zorg er dan dat er iets van folie onder ligt. Wat eigenlijk vrij logisch is natuurlijk. Want dat moet je ook gewoon doen als je zelf koekjes bakt. Dus ja, ik ga ze in ieder geval hier op dit houten ding weer leggen. Ik heb ondertussen die tijd ook gewoon middag gegeten en alles een beetje opgeruimd. Want dat is wel het nadeel. Het is best wel vies natuurlijk. Ik begin gewoon met de aluminium koekjes. Ja, ik weet niet of het gaat werken omdat nu zijn zo hard. Maar dat is denk ik vooral ook omdat ze bevroren zijn. En misschien als ze niet bevroren zijn, dat ze dan gewoon weer zacht worden. Maar goed. Dit gaat in de prullenbak. Oké, op dit bord staan dus de koekjes die ik er nog even een kwartiertje gewoon zo in zet. En deze zijn op zich wel goed gelukt. Dus ik laat ze zo nog eventjes gewoon een uurtje buiten de koelkast. En dan kan ik straks hem mee naar Feien nemen. Nou, dan zie ik jullie nu op stal. Want dan ga ik even laten zien of de koekjes deze überhaupt dan straks nog werken. En of de ponies ze lekker vinden. Dus ja, dan zie ik jullie nu op stal. Nou, ik ben nu op stal aangekomen. Het is ondertussen al 7:30. Eigenlijk zou ik om 5:00 of zo komen. Maar het hield mij niet op met regenen. Dus ik dacht, ik ga gewoon nu. Want Chris is er nu ook. En de koekjes. Ja, het is nou niet echt koekjes meer. Ik denk dat je al die tijd die je erin hebt gestopt, beter gewoon Bix met water inderdaad kan doen. En dan op laten drogen en appel er doorheen. En dan gewoon een soort van slobber geven. Want die koekjes zijn helemaal zacht geworden en ze breken echt uit elkaar. Dus ja, ik denk niet echt dat ik het nog een keer ga maken. Maar ik ga maar even kijken of ze het lekker vinden. En ze zijn nu allemaal aan het eten. Ik pak even een koekje. Ik heb nu een koekje. Feien hier! En kijken. Feien, kijk eens! Kijk eens! Het is er zo uit. Het is lekker dan. Vind je het lekker? Het is wel lekker, hè? Het is gewoon Bix met appel. Ja! Lekker! Floor, ook koekje. Kijk eens, Floor. Ja, eerst je hooi uit je mond. Ik kan alles te lekker. Is het lekker? Ja? Wat niet aan deze. Nou, de ponies vinden in ieder geval de koekjes wel goed gekeurd. Nou ja, koekjes zijn het niet echt. Maar ja, hopelijk vond je het dus toch wel leuk om te zien hoe je het moet maken. Ik heb ook nog andere recepten die je moet bakken. Dus misschien werkt dat beter dan dit. Want eigenlijk had ik het natuurlijk ook wel van tevoren kunnen bedenken dat als het hard is dat het daarna weer warm wordt. En alsnog gaat afbrokkelen. Dus ja, hopelijk vond je het een leuke video. Doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op ons kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!